Maggie. Veel bijzonders was het niet. Als hij ergens kwam en er stond water, een glas, een fles, een vaas, een bak of in de gootsteen, dan kon gebeuren dat het zachtjes ging trillen. Eerst aan de randen, dan rillingen als koorts over de zijden, dan dieper de massa in die ondoorzichtiger zichtbaar werd, lijnen vormen daarachter, verklonteren tot knellende vlakken. Uiteindelijk ontstond een zilverig ziedende massa, niet heet, niet pijnlijk, om zo een vinger in te steken. Hem leek het nog het meest op waaien na een hete dag, verfrissend. In open water, rivier, meer, zee, bleef het ongeveer de grootte van zijn lichaam. Soms kon hij gezichtstrekken vaag tevoorschijn persen. Als hij iets ging doen, hield het vanzelf spoorloos op.